En hallo mensen van Emovies, ik ben Jason en vandaag gaan wij het hebben over 5 irritaties aan rokers. Want roker is super slecht voor je. Oh, jullie dachten dat ik ging roken? Nee, ik ga niet roken, want ik rook niet. Zoals jullie allemaal weten, is roken best wel slecht voor je. Want dat staat ook de hele tijd op pakjes. Van zulke dingen. En toch, roken redelijk wat veel mensen. En omdat er zoveel mensen roken en ja, omdat niet iedereen rekening ermee houdt met de mensen die niet roken, heb ik hier een paar irritaties aan rokers. Dus kijk zeker als je dat interessant vindt. Ja. What's happening? Irritatie nummer 1 is als ze roken bij jou en er rook komt in je gezicht. Ik ben een kind en dat is sowieso niet goed voor je, voor het kind zelf. Daarvoor is zelfs een reclame gemaakt. Wauw. Bakkie? Ja, lekker. Kunnen we even roken? We hadden afgesproken niet te roken. Ik ben zo blij dat jullie me helpen. Tuurlijk. Oeh, ik moet plassen. Wat? Help een zwangere vrouw die gestopt is met roken door niet in haar buurt te roken. Dan breng je haar ook niet in verleiding. Toch blijven heel veel ouderen dat doen, roken bij kinderen. En dat is niet goed voor je. Vooral niet voor het kind. Ja. Dodelijke stoffen en zo. En dat soort dingen. What's happening? Irritatie nummer 2 is dat rokers altijd moeten roken. Als je nou een film kijkt, of je bent ergens mee bezig, of je speelt een spelletje, of je bent in een restaurant. Rokers moeten altijd roken. Soms stoppen ze midden in het spelletje waarmee jij mee bezig bent. Of dat en zo. Of je kijkt een film en ze zetten plotseling op pauze. Of je bent in een restaurant en ze gaan even weg omdat ze moeten roken. Want ze kunnen niet zonder. Mensen die dus dan ook veel reizen en roken is best kut voor hun. Want ze kunnen niet roken in het vliegtuig. Want dat mag niet, zeg maar. What's happening? Nummer 3 is de verpakking van het roken. Van de rookpak ding. Ik zal je laten zien waarom. Zien jullie dit? Oké, nou is deze niet zo heel erg of zo, maar... Fijn. Wil je het een voorbeeld nemen? Op sommige verpakkingen staan zulke afbeeldingen wat zo vies is of zo naar. En als dan mensen roken terwijl je aan het eten bent, is sowieso ook niet fijn. Maar dan kijk je naar de verpakking en dan is dat zo vies en heb je gelijk geen honger meer. Tenminste, dat heb ik. Ik weet niet of jullie dat hebben, maar dat is vies. En dat moet dan afschrikwekkend zijn voor de rokers. Is dat überhaupt een woord? Weet ik niet, vanaf nu wel. Maar dat is het 9 van de 10 keer niet. Het is juist afschrikwekkend voor degene die niet roken. Het is op zich ook goed, maar eigenlijk geeft niemand een fuck, want ja, er zijn nog steeds rokers. What's happening? Ik weet niet hoeveel irritaties... Oh, ik ben nu bij 4. Mensen, ik heb dyscalculie, dus ik kan niet tellen, dus ik weet nog niet waar welke irritatie voor zijn. Hey. What's happening? Irritatie nummer 4 is de geur van... Wow, ik keek niet eens nog een keer. What's happening? Nummer 4 is namelijk de geur van rokers. Damn, wat kunnen hun stinken, man. Kijk, ik heb rokers in mijn klas en ze komen altijd te laat. En je weet wanneer ze hebben gerookt, of een joint, of wat dan ook. Het maakt niet uit. Ze stinken dan altijd en ze ruiken naar rook en dat is best naar. Stel, je hebt een vriendin of een vriend die rookt. Dan ruikt de adem ook naar rook. Is dat niet vervelend, jongens? Dat lijkt me heel irritant. Hey. Het probleem is, de geur gaat niet zomaar weg. Je moet of tandenpoetsen of pepermunt nemen of gaan douchen helemaal, want het blijft in je kleren zitten en dat is naar. Hoe weet ik dit? Ik heb vrienden die roken. Ik rook niet. Nee hoor. Ik rook helemaal niet, jongens. Nee, serieus, ik rook niet. Dankjewel. Yo. What's happening? De laatste, maar zeker niet de minste, is dat rokers 9 van de 10 keer te jong zijn om te kunnen roken. En dan loop je met ze in de stad en dan moeten ze per se een pakje sigaretten kopen. Maar dat kunnen ze niet, omdat ze te jong zijn. Wat doen ze dan? Dan gaan ze naar de supermarkt en komen een zwerver tegen. Of een gozer of een vrouw die een van de reden een pakje sigaretten wil kopen voor kinderen. En dan vragen ze of hun een pakje sigaretten kunnen kopen voor hun. Voor hunzelf. Is dat duidelijk? Ja, nee, oké. Okay. Ik als bijstaander schaam me best wel eigenlijk, want ik rook niet. En heel vaak denken mensen dat ik wel rook, omdat ik dan soms ruik naar rook. Ik rook naar rook. Exactly, precies dat.
Geen idee waarom ik deze arm dan omhoog heb. Ik blijf met het item hier. Blijf bij het item. Ja, ja. Wat ben je toch knap, Jason? Wat ben je toch knap? Deze video gaat helemaal nergens meer over. Yeah! Dus, dit was het weer voor vandaag. Vonden je deze irritaties nou waar en herkende je het? En deze zin klopt voor geen meter, maar dat maakt helemaal niet uit. Ik heb vogel in mijn broek. Een vogel in mijn broek. Jezus. Vonden jullie deze video, dan zeker een blauw duimpje omhoog. Wanneer je nou zeker meer abonneer dan zeker. En dan zie ik jullie zeker de volgende week weer. Klik nou voor de vorige video hier. En klik voor de random video hier ook. En abonneer naar midden. Wow, dat is wat ik wil zeggen. Volg me op social media. Dat is trouwens in het midden. Of in het midden, in de link. Jason! Link in de beschrijving. Daar staan mijn social media. Dat is wat ik wil zeggen. Ik neem dat ook echt op om 10 uur. Dan zeg ik, later.